Ik las het volgende. In Rotterdam zijn 11 straatnaambordjes vervangen van naam om, let op nu, aandacht te vestigen op de drugsproblematiek in Rotterdam. De Kruiskade is nu de Snuifkade en de Koolsingel de Kooksingel. Je verzint het niet. Ik heb even contact met Peter. Peter Tussenschot, die is in Rotterdam. Peter, ben je in Rotterdam? Ja, je denkt toch niet dat ik een tyfus en naar Utrecht kom. Maar hey, mooi eerbetoon hoor. De Narkstraat en de Groene Pillendijk. Alle ambachtelijke handelsproducten die onze stad zo groot hebben gemaakt. Goeie reminder. Aan de problemen? Nee, aan ons cultureel erfgoed. Zo liep ik over de Koolsingel te lopen en zag dat bordje Kooksingel. Was ik bijna vergeten mijn dealer te bellen. Nou, meteen gedaan natuurlijk. Wat denk je? Al die lijpe junkies vergeten ook steeds te bellen. Maar nu hadden ze dus die reminder. Maar Peter, daar zijn die bordjes niet voor bedoeld. Ze zijn bedoeld om te wijzen op de overlast. Oh ja, nou ja, dit schept natuurlijk duidelijkheid. Ik weet nu waar ik mijn zooi kan halen. Voor mijn MDMA ga ik naar de MDMA-laan. Mm-hmm. Mijn ex haal ik op de Pepweg. En naar de Keetafstraat voor mijn ketraket. Poeieuw! Peter, nogmaals, doel van de actie is om recreatieve gebruikers meer bewust te maken van de keerzijde van een lijntje koken of een ecstasypil. Recreatieve gebruiker? Ja. Hey. Deze jongen zou zichzelf eerder omschrijven als een professional, Dolf. En zo te zien jij ook. Nee, ik loop hard. Ja, tuurlijk. De Rotterdamse methadon zeker. Peter, de actie is bedoeld om gebruikers bewust te maken van drugscriminaliteit. Wat? De Rotterdamse wethouder wijst erop dat drugs een donkere keerzijde hebben. Wat zeg je nou? Ja. Ja, dit komt even binnen, Dolf. Dus achter die pilletjes en die envelopjes die ik in die donkere steegjes en van die dubieuze dealers in te dure auto's koop, zit een illegaal netwerk? Ja. Oh ja, joh. Nooit geweten. Nou, ik schaam me de touwtiefes en ga meteen stoppen. Hé, die actie werkt volgens jou niet, hè? Nou, wat denk je zelf? Natuurlijk niet. Niet met zulke lekkere namen, hè? Kun je beter kiezen voor Bloedje Linkendijk in plaats van de Groene Hillendijk? Of Moordplein, Lijkenisse, Messelanden, Gejatte Beurs, Lijk Schouwburgplein? Ja, dan staat je er wel even bij stil. En gaat weer door, daar niet van. Dit werkt natuurlijk voor geen meter. Dit roept eerder criminaliteit op. Hé, de borden zijn al gejat, hè? Dat klopt. Binnen 24 uur waren 11 borden in Rotterdam alweer gestolen. Weet je wie dit gedaan kan hebben? Ja, die teringstudentjes. Ja, lekker cashen, joh. Ja, Krommenelis heb grof geld betaald voor dat bord Kooksingel. Ja, daar komt. Zijn spiegel was gevallen. En nu gebruikt hij dat bord om vanaf te snuiven. Ja, Peter. Wat moeten ze doen om de criminaliteit te stoppen? Ja, legaliseren, hè? Oké, Peter. We kunnen concluderen dat het niet de beste actie was en we weer gewoon oude straatnamen gaan hanteren, toch? Ja, maar er blijft genoeg overeind, hè? We hebben in Rotterdam gelukkig nog de Wijnhaven, de Bierkade, de Grasstraat en de Witte de Wit. Ja. En natuurlijk de Lijnbaan, de Dankjewel, Peter Tussenschot! NPO Radio 2.